Op het oorlogskerkhof Jonkersbos bij Nijmegen staan in strakke gelederen de zerken die werden opgericht op de graven van 1600 Britse mannen die voor de bevrijding van ons land hun leven lieten. ...2000 Nijmeegse schoolkinderen brachten aan deze gevallenen een bloemenhulde op de 15e verjaardag van de bevrijding. Ze werden daarin voorgegaan door een groep in smetteloos wit geklede bruidjes die tot ontroering van hen die de oorlog meemaakten een ring van bloemen legden om het grote kruis van de begraafplaats. Op een stille, maar daardoor nog wel zo sprekende wijze dankte de keizer Karelstad aldus de 1600 Britse militairen die voor onze vrijheid hun leven offerden.